Ze liggen erbij alsof er niets gebeurd is. De kalfjes van Rijn en Teun Roskam uit Urzem. Toch had het heel wat rampzaliger af kunnen lopen toen er rond 5 uur vanmorgen brand uitbrak in de hooischuur. Een toevallige voorbijganger ontdekte de brand en waarschuwde de broers. Nou, mijn eerste wekker, ik was eigenlijk net een beetje half wakker. En toen gebons en voordat je het weet, dan sta je eigenlijk in de stal al het vee eruit te halen. En de brandweer doet de rest. Het is een beetje verstand op nul. En op een gegeven moment, je ziet het rook, je ziet die vuur. Dat vee dat moet zich allemaal ook de stal uit. Dat is prioriteit nummer 1. En wat er voor de rest allemaal gebeurt, joh, daar krijg je heel weinig van mee. De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door hooibroei. Als het hooi vochtig en warm is, kan het vanzelf in brand vliegen. Het kwam voor de veehouders als een onaangename verrassing. Nee, ik had het niet verwacht, nee. Omdat het hooi dat was gewoon koud. Kijk, als het begint te broeien, wordt het natuurlijk heet. En dan zie je vocht eruit komen. En dat zagen we allemaal niet. Het was allemaal gewoon koud vanaf de buitenkant. En het rook lekker. Gewoon echt lekker hooi. En daarom hadden we het ook niet verwacht. En helemaal niet na 3 weken nog eens. Hoe groot de schade is, is moeilijk in te schatten. Naast de schade aan de schuur en landbouwvoertuigen zijn ze ook een hoop hooibalen kwijt. Nou ja, dat maakt natuurlijk wel extra zuur. Kijk, het is een jaar waarin je niet zo heel veel gras zal gaan telen. Nou, misschien uiteindelijk nog, maar ja, dat moeten we nog maar zien. Dus ja, dat hooi wat je nou kwijt bent, dat zal je weer aan moeten kopen. En, we kunnen voorlopig wel door, hoor. Het is geen enorme ramp, maar het is inderdaad wel een domper. Ja.